Goedendag, mijn naam is Marieke Elsinga en dit is het Meer Nieuws van vrijdag 14 december. Met onder meer de volgende onderwerpen. Diederik Samson bezoekt KSH College Tour. Eerste heipaal informatiecentrum Tudor Park is geslagen. En treinstation Halfweg Zwanenburg is officieel geopend. Maar we beginnen met ander nieuws. De twee overvallers die dinsdag 11 december een juwelier in Batuverdorp hebben overvallen, zijn niet ver gekomen met hun buit. Dankzij de hulp van andere winkeliers heeft de politie ze te pakken gekregen. Kijkt u naar een bijdrage van onze collega's van RTV Noord-Holland. De twee 16-jarige overvallers kwamen op 11 december de juwelier aan de Pavakuilaan binnen en probeerden met geweld de vitrinekasten te breken. Ook bedreigden ze het personeel met een vuurwapen. Het eerste wat ik zag, dat was een grote mokerhamer waar hij mee de etalage eruit insloeg. En ik stond een klant te helpen, maar ik ben toen snel naar achteren gevlucht. We moesten dus op de grond gaan liggen, handen omhoog doen. En toen via de achterdeur ben ik door het poortje gegaan. En bij de eerste winkel om de hoek heb ik dus gezegd dat er een overval is bij de juwelier en of ze 112 wilden bellen. Groenteman Harold van den Bosch twijfelde geen seconde en kwam meteen in actie. Ik ging naar buiten en er was nog een meneer en die meneer die zag een scootertje en het scootertje stond aan. Die pakte snel de sleutels eruit, zodat ze in ieder geval niet op de scooter weg konden. Dus toen moesten ze rennen. En daardoor konden de daders in de buurt van de juwelier worden aangehouden door de politie. Geschrokken zijn ze zeker bij juwelierpost. Maar dat de daders al snel door de politie zijn gepakt, maakt wel wat goed. En nu de schade opruimen en morgen gewoon weer aan de slag? Zeker. Ja, zeker. Ja. Denk ja. Overuren. Het nieuwe treinstation Halfweg Zwanenburg is op maandag 10 december officieel geopend. Reizigers kunnen vanaf nu 4 keer per uur opstappen richting Amsterdam en Haarlem. Weet die machinist zo meteen wel dat hij hier moet gaan stoppen? Ja. Dat hij niet nog oude A4'tjes op zijn dashboard heeft liggen? Nee, gaat al 2 dagen goed. Ja, helemaal klaar is hij nog niet, maar de trein die stopt er al wel. Het nieuwe treinstation Halfweg Zwanenburg is officieel geopend. En de inwoners van de twee dorpen hebben nu een snelle, alternatieve manier van reizen. Zo ben je binnen 10 minuten al op Amsterdam Centraal en bovendien ontwijk je de files. Veel bewoners die spreken van een aanwinst. En is jouw reistijd nou korter geworden? Ja, die scheelt een minuutje of 10, zoiets. Ben je er blij mee dus? Ja, dat wel. Ja. Met de bus was wel langer reizen en moest je wat langer wachten. Dus jij bent er wel tevreden mee dat het station er nu is? Ja, eindelijk. Het is overigens niet de eerste keer dat er een trein stopt in Halfweg. Tussen 1840 en 1927 stopte er ook al een trein, alleen dat station werd gesloten. En nu, 85 jaar later, is het station dan weer eindelijk terug en dat moest dan ook gevierd worden. Hoe meer mensen er gebruik maken van de trein, hoe minder mensen er gebruik maken van de wegen. En in deze regio is het gewoon verschrikkelijk druk. Dat betekent dat je alle infrastructuur zo goed mogelijk wilt benutten en dus ook het spoor. Ondanks dat de trein er al stopt, moet het station nog wel even afgemaakt worden. Maar dat gaat niet lang meer duren. Er is nog 1 klok die niet helemaal goed loopt. En het zijn 2 liften die nog niet helemaal af zijn. Half januari is dat allemaal klaar. En dan kunnen mensen 100% van alle faciliteiten gebruik maken. Nou, ik denk dat ik voortaan ook lekker de trein pak. Gaan we hier verder met kort nieuws. Leden van hockeyclub De Reigers in Hoofddorp kunnen de wintermaanden overbruggen in hun nieuwe hockeydoom. Vrijdag 7 december verricht de wethouder Michel Bezuij de officiële opening. In de nieuwe hockeyzaal bij Arnolduspark ligt een speciale blauwe vloer, net zoals op het hoofdveld van De Reigers. De 5 daders van de gewelddadige ontvoering van een medewerker van ABN AMRO en de gijzeling van zijn gezin in Hoofddorp zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 7,5 tot 8,5 jaar cel. Begin dit jaar wilden ze een filiaal in Alphen aan de Rijn beroven, waarbij zij de man ontvoerden en hem gekneveld in een bestelbus achterlieten. Naast materiële schadevergoeding moeten de daders €20.000 smartengeld betalen. De eerste heipaal is geslagen van het informatiecentrum van de nieuwe wijk Tudor Park in Tolenburg-Hoofddorp. In het informatiecentrum kunnen toekomstige bewoners terecht voor vragen en informatie. Begin 2013 wordt gestart met de bouw van de eerste woningen en zodra de wijk af is, zal het informatiecentrum verkocht worden als woning. Burgemeester Theo Weterings is positief over de resultaten van het cameratoezicht op de Zuidtangenthaltes. Sinds de invoering zijn vernielingen en overlast op de haltes sterk teruggelopen. Het cameratoezicht zal worden verlengd tot de volgende evaluatie in 2014.
De straatprijs van de postcode loterij is gevallen in Hoofddorp. 15 deelnemers aan de Schoonenburg-singel hebben gezamenlijk ruim €650.000 aan prijzengeld gewonnen. Eén winnaar rijdt binnenkort met een gloednieuwe auto door Haarlemmermeer. In het kader van de KSH College Tour bezocht Diederik Samsom de katholieke scholengemeenschap in Hoofddorp. Tijdens een speciaal lesuur was hij te gast in de aula waar de leerlingen hem vragen mochten stellen. Hier is Diederik Samsom. Een volle aula met leerlingen van het eerste tot en met het zesde jaar. Zij schreven zich in voor dit gesprek met Diederik Samsom. Vorige week waren ze al bijeengekomen om het gesprek voor te bereiden. We hebben vorige week één lesuur er even aan besteed om de leerlingen ook te vertellen hoe het eruit zou zien en wie waar zou zitten en wanneer het zou zijn. En ze hebben de opdracht meegekregen, bedenk allemaal die vraag die je heel graag wil stellen. En die hebben ze allemaal gemaild. En eigenlijk heb ik niet meer gedaan dan een lijst gemaakt. De leerlingen mochten alles vragen. Zo waren er vragen over zijn verleden bij Greenpeace, maar ook over zijn gezin en het werk in de Tweede Kamer. Wat vindt u zelf het vervelendste, het saaiste of het stomste van de politiek? Oeh. Nou, wat ik het lastigste vind, maar dat is niet saai, wel stom, is dat het ons zo slecht lukt om in een debat een keer tegen elkaar te zeggen, joh, heb je wel een punt? Toch was er één vraag die eruit sprong. 6 VWO-leerling Roos Marijn vroeg namelijk niet iets persoonlijks, maar vroeg om tips. Ik vroeg hem of hij me tips kon geven om mij politieker uit te drukken. Want ik ben namelijk redelijk recht voor zijn raap. En als ik een politieke carrière ambieer, dan moet ik wel een beetje politieker uitdrukken. Maar hij zei dat ik me niet moest veranderen. Dat ik eigenlijk vooral mezelf moest blijven, want dat ze daar het meest aan hadden. En Diederik Samsom zelf, die vond het ook leuk. Ah, dit is het leukste om te doen, ja. Gemotiveerde leerlingen vragen beantwoorden, dat is de beste opzet. Dus ik doe het zoveel mogelijk en dat is eigenlijk veel te weinig. Want je hebt het liefst dat je dit elke dag kan doen, maar helaas heb ik nog ander werk. En wat vond u van de vragen die gesteld werden? Ja, zoals dat hoort. Heel goed betrokken ook. Mensen hebben echt een beetje over nagedacht. Kijk, we zijn in Nederland wel eens cynisch en denken we dat niemand zich in politiek interesseert. Kijk eens naar deze leerlingen, die doen dat dus wel. En dit was het Meer Nieuws van deze week. Voor de laatste nieuwsupdates kijkt u op meertelevisie.nl. Hierna volgt nog weer en verkeer. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.